Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ik ben er weer, jullie enige en echte Zeepie! In de vorige aflevering hebben we weer een paar Piece of Hearts te pakken gekregen. Hebben we weer wat sidequests uit de kant geveegd. En zijn we er eindelijk klaar mee om nu dus echt maar eindelijk de nieuwe weg op te gaan en richting Dead Mountain te gaan. Yay! Wat eigenlijk best wel grappig is, omdat in de vorige spellen was Dead Mountain eigenlijk altijd de finale plaats van The Legend of Zelda. Dat was altijd het laatste level, was altijd bevestigd in Dead Mountain. Dead Mountain was de moeilijkste plaats van The Legend of Zelda. In The Legend of Zelda 2 was het dan niet dat Dead Mountain zeg maar het moeilijkste is. De final restplaats is, maar dan toch tot het zeg maar een van de moeilijkste plekken was in het spel op dat moment. Dus Dead Mountain heeft een gigantische geschiedenis. En hier hebben we dus zeg maar de nieuwe vijand genaamd de Tektite. Ja, een Tektite. Die springen gewoon zeg maar en verder doen ze eigenlijk niet echt heel erg zo boeiend. Hoor je dat? Je bent zinloos. En dan nog meer raak, hoe durf je? Schavuit! Oké, nou. Dus de reden waarom dat we hier nou naartoe gaan is we gaan op zoek naar de Gorons. Want zoals Impa ons heeft verteld is dus zeg maar de tweede Spiritual Stone te vinden bij de Gorons. Nou, hier hebben we toevallig een Goron. Jou negeer ik, want jij bent zinloos. En jou hebben we helemaal niks. Dan hebben we hier nog een andere Goron en die komt dus zeg maar in één keer langs. En als je daar niet vooruit kijkt, dan kegelt hij je zo van de weg af en dat doet best wel schade. Dus dan moet je zeker vooruit kijken. Nou moeten wij dus uitzien te vogelen waar dat we dus zeg maar die Spiritual Stone kunnen vinden. Waar zouden wij die Spiritual Stone kunnen vinden? Laten we maar eens hier even binnen een kijkje gaan nemen. Gezellig optrekje. Oké, als ik dus zeg maar... zien jullie daar die pedestal? Ik denk dat we daar eventjes moeten gaan kijken. Misschien heeft hij hier gestaan of zo, weet ik veel. Hey, kerel. Weet jij waar dat er is? Weet jij waar dat is? Hi. It's dangerous for a little kid like you to come out here. You might fall down. If I'm not mistaken, you came out to eat redstone. Well, too bad it's not here. What? That's not why you're here? You're looking for a spiritual stone? You must mean that delicious looking redstone that was once displayed here. I was so hungry that I thought it would be okay to just give it one tiny little lick, so I snuck it out here. But it was already gone. I think Big Brother took it away. He always says that everyone is after that redstone. But Big Brother has shut himself up in his room saying, I will wait for here for the royal family messenger or something like that. I don't know, I'm hungry. Do you have some food for me? Nee. Dus ik neem aan dat het daar is. Er alleen maar connections van de royal family. Nou, we hebben een deuntje geleerd van de royal family. Dus dan is het natuurlijk heel erg belangrijk om dus hier... Is dit de kamer waar we moeten zijn? Big Brother has shut himself up in this room saying, I will wait in here for the royal family messenger. Oké, dus dat is wel deze kamer. Royal family messenger. Oké, wij hebben een deuntje, dus wij zijn eigenlijk een messenger. Hey, kijk nou, het werkt. Het is een soort deurbel. Oké, ik wil alvast eventjes één ding klaarzetten. Nee, niet dat we iets hoeven te bevechten of zo, maar dit is dadelijk handig voor later. Dat zullen jullie wel zien. Hey, kerel, mag ik je rode steen? What the heck? Who are you? When I heard the song of the royal family, I expected their messenger had arrived. But you're just a little kid. Has Darunia, the big boss of the Gorons, really lost so much status to be treated like this by the Swan Butter, the king? And what was that sound in the background? I'm really getting angry! Get out of my face now! Are you asking me why I'm in such a bad mood right now?
Ancient creatures have infested the Dodongo's cavern. We have proof harvest of our special crampon flowers. Starvation and hunger because of the rock shortage. But this is a Gorn's problem. We don't need any help from strangers. Dude, je hoeft niet zo het op mij uit te kuren. Ik ben maar een klein kindje. Oké, dus hij is nogal zagrijnig en hij moet dus een beetje, zeg maar, een beetje vrolijker worden. Oké, dus er is weinig op dit moment wat we nog kunnen doen. Maar wat we dus wel kunnen doen, is we kunnen alvast hier deze, torch, zeg maar, gebruiken om ons stickie eventjes in de fik te steken. Dan willen we naar deze torch lopen, gelijk ons stickie eventjes wegslaan en een nieuw stickie pakken, waardoor dat het, zeg maar, niks op gaat branden. En als we al deze torches laten branden, dan doet Link een circle dance. You spin my head right round, right round. Nou, daardoor gaat dat ding dus, zeg maar, draaien. Dat is handig voor later. Maar wat ik zeker eens wil doen, is dus, zeg maar, eventjes een vlammetje mee naar boven nemen. Dit is zeker handig om te doen, omdat we moeten dus ergens naartoe, maar we weten nog niet waar. Nou, Navi die zit de hele tijd aan onze kop toe te zeuren, tot we dus eigenlijk naar Saria toe moeten gaan. Nou, Saria is niet in de forest te vinden, dus zeg maar niet in de Kokiri Forest. Dus waar we naartoe moeten gaan, is naar de Lost Forest. En er zit hier een shortcut voor. Wat een toeval. Oh ja, die bloemen, dat zijn bommen. Die kun je in de fik steken met een vlammend stokkie. Handig, hè? Handig deuntje. Oh boy, ik zie al waar dit heen moet gaan. Maar dat doen we strakjes wel, want het is nou heel erg zakjes, dus dat doen we strakjes wel. Nee! Hey, over here! Ho ho! Zepi, good to see you again! Listen to this! Hoot, hoot, hoot! Oké, one guy was walking in a bar. Hey, kun je alsjeblieft bij de punt blijven? Oké. After going through the Lost Woods, you will come upon the Sacred Forest Meadow. That is a sacred place where few people have ever walked. What's that? I can hear a mysterious tune. You should listen for that tune too. Do you want to hear what I said again? Huh? Do you want to hear it again? Do you? Nay! If you are courageous, you will make it through the forest just fine. Just follow your ears and listen to the sounds coming from the forest. Hoot hoot! Je lijkt meer op een noctowl. Oké, dus wat hier dus, zeg maar, de gimmick is, is dit is een soort van doolhof. Daarom hebben we ook geen minimap. En we moeten dus goed luisteren naar hoe dat dus, zeg maar, in zijn effect gaat. Nou, wat we hier willen doen is, we willen deze kant op. Dan willen wij hier linksaf. Dan willen wij hier rechtsaf. Of rechtdoor. Eentje rechtdoor. Eerst rechtdoor. Dan willen we rechtsaf. Nee, linksaf. Mijn fout. En dan rechtsaf. Mijn fout. Kan ook wel eens fouten maken. Maar goed, dan ga je dus eindelijk goed en dan komen we dus, zeg maar, bij de plek van bestemming. U heeft uw bestemming bereikt. Nou, voordat we hier door mogen, moeten we dus, zeg maar, eerst een soort van vijand verslaan. Deze wolf, heel erg makkelijk. Ontwijk hem, raak hem op zijn staart. En poef, we kunnen hier gewoon doorlopen. Nou, de volgende plek, dit is de enige plek waar ik altijd mijn Deku Nuts gebruik. Heel erg grappig. Dat is hier, zeg maar, omdat hier, daar zitten dus, zeg maar, deze vijanden. En als je dan een Deku Nut gebruikt, tot twee keer, dan worden ze vlamd. En dan kun je ze dus heel erg makkelijk neerslaan. Want deze zijn dus niet zo vriendelijk als degene die we dus, zeg maar, in de Deku boom hebben gevonden. Deze zijn een stuk irritanter de deur. En deze zullen dus echt je ook pijn proberen te doen. Dit is de enigste plek waar ik altijd mijn Deku Nuts gebruik. Dus, nou, we hebben nou een beetje een overhead view, omdat dit nogal een beetje smalle gangetjes zijn. Dus, hallo. Sterf. Dank je. Dus dit pad moeten we zeker eventjes volgen. En als we dan hier naar boven toe klimmen, Navi begint weer te zeuren. Navi, ik ben al onderweg naar Saria, dus stop met je gezeur, gezever, gezanik. Hier, jullie schieten ook met Deku Nuts, dus dat is niet eerlijk. Ik ben de enige. Sta stil! Ik ben de enige die dat mag, ja? Ik bedoel, ik ben Zepi. Ik voel mijn eigen de held. Oké.
Hello. Kom je aan een tweede ocarina? Maak jij die dingen of zo in je vrije tijd? Maar in ieder geval, hoi Saria! I've been waiting for you, Zepi. Je klinkt heel erg veel als Melon, wist je dat? This is the sacred fairest moment. Let me try that over again. This is the sacred forest meadow. It's my sacred place, I feel. This place will be very important for both of us someday. That's what I feel. If you play the ocarina here, you can talk with the spirits in the forest. Would you like to play the ocarina with me? Lijkt me wel leuk. Okay, try to follow along with the melody I will play. Are you ready? Nou, toekomstige ik, wees maar ready. Weer dat uitsloven, hè? Dat is nergens voor nodig. Maar goed. Zeg, jij doet het tenminste een beetje sneller. Great, great. Please, don't forget this song. Do you promise? When you want to hear my voice, play Saria's song. You can talk with me anytime. Nou, ik heb Navi al die de hele tijd al in mijn oor zitten tetteren van... Hé, luister! Ugh, ja. Maar goed, Saria's Song is dus een van de belangrijke nummers die we dus moeten leren. En misschien dat het dat die zagerijn een beetje op zo'n vrolijke... Maar goed, you have learned Saria's Song! Yay! Nou ben ik een heel blij konijntje. Ik ben een blij konijntje. Ik ben blij, jij bent blij, wij zijn samen blij, zoveel blij. Ja, jij en ik, blij bij jou, blij bij mij, wees zo blij. Ik ben blij, jij bent blij, zijn blij. Van dit nummer word je gewoon blij. Ik kan er helemaal niks aan doen. Dus, trouwens, heel eventjes, heel belangrijk voor de mensen. Ben je dus zeg maar een beginner in het spel, dan heb je dus moeite zeg maar met help. Hier beneden, Navi alsjeblieft. Daar zit dus zeg maar een cave met een fairy fountain erin. En daar kun je dus zeg maar je empty bottles vullen met, als je zou willen, fairies. Dus heb je op dit punt twee bottles? Vul ze. Leeg dat flesje met melk en vul gewoon twee fairies. Mocht je, geloof me, als je er moeite mee hebt met het spel, dan wil je ze zeker bij je hebben. Dus geloof mij maar. Goed, nadat we dat nummer geleerd hebben, zijn er twee hele belangrijke dingen die we kunnen doen. Hoho, did you learn an ocarina song from Saria? Ja, die hebben we zeker geleerd. That melody seems to have some mysterious power. There may be some other mysterious songs like this that you can learn in Hyrule. If you hold the ocarina with say, oh nee, alsjeblieft, hou toch eens je klep, man. Do you wanna hear? Nee! Melodies you have learned will be recorded on the quest status subscreen. You should memorize those melodies. Luister, Gaburu, Geburu, Gaburu, Uil, Hoed, Hoed, Noctowl, hoe je ook heet. Ik ben deze nummer speciaal voor mijn kijkertjes aan het oefenen op een echte ocarina. Denk je dan echt dat ik niet uit mijn kop weet hoe dat die nummers moeten gaan? Vlieg op! En kom niet meer terug! Ugh. Dus, zoals ik al zei... Wat nu dus heel erg belangrijk is, is dat we dus zeg maar even de verkeerde deur ingaan. Waardoor dat we dus zeg maar in de Kokiri Forest uitkomen. Daar leidt elke deur naartoe. Maar wat we dus nou moeten doen, is we moeten nu als eerste eventjes linksaf. Dit is heel belangrijk jongens, dus onthoud dit. En als we hier linksaf gaan... Dan zien wij daar een Skull Kid. Hey Skull Kid. Hey, leuk dat je trouwens meedeed met de Terraria-serie. Maar goed, wat je het als eerste wil doen met die Skull Kid, is je wil eerst eventjes je ocarina pakken en ons nieuwe nummer leren. Of laten horen. Dus,
Larry and Song, wish up my friends. Here, take this. It's dangerous to go alone after all. En we krijgen van hem dus weer een piece of heart. Nou ja, niet weer, maar we hebben weer een piece of heart. Waardoor dat we dus nu al 6 hartjes hebben. Nou willen we dus... We zijn nog niet klaar met jou, jongetje. Wat we dus nou willen doen is... We willen dit masker willen we op hebben en dan willen we met hem praten. Under that mask. Aren't you that Kokiri kid? Oh boy. Quite an unusual mask you have there. Hey. I like it. It made me look a little bit tougher. Hey, why don't you give it to me? Okay. Kost wel geld, hè? 20 rubies. Yes, I'm going to wear this all the time. He just gave you 10 rubies for 20 ruby mask. You lost money on the deal. Go back to the mask shop, salesman, and pay back 20 rubies for the mask. The difference will have to come from your own pocket. Oh, dat is zo vervelend. Jij oplichter. Maar goed, dat is nog niet wat we gaan doen, want... Shhh. Ik ben nog bezig met opnames. Nou willen we dus zeg maar hier naartoe, oftewel rechts als je dus zeg maar vanuit Corrieri First komt. En dan zien we daar zeg maar een doelwit hangen in de, aan de boom. Nou, een doelwit is altijd leuk om daar zeker eventjes op te schieten. 3 keer erop schieten. Dit kan moeilijker zijn op de 3DS versie, omdat je namelijk ook nog eens een keer kan aimen met bewegingsbesturing. Als je 3 keer de bullseye raakt, komt er een Deku-schrap tevoorschijn. En die Deku-schrap zegt... Girl, you're great. You scored 3 perfect bullseyes. I have to give a neat present to such a wonderful person. Please take it. En we krijgen nog een nog grotere seedbag. Nog meer zaad! Yeah! Nou kunnen we dus 50. En voordat jullie gaan vragen van... Kun je dan niet beter eerst deze doen voordat je die roepie doet in de Kakariko Village? Als je het in een andere volgorde doet, dan krijg je hier 40 en bij Kakariko 50. Dus ja, zo werkt het een beetje. Dus hou dat een gedachte. Goed, nou is er nog 1 ding wat we hier kunnen doen. Op het moment dat wij hier komen te staan... Dan verschijnen er dus zeg maar 2 Skull Kids met dat masker... Is dat niet dan dezelfde? Dan heeft hij zich gekloond? Okay, maar dan wil je dus zeg maar je ocarina pakken. Follow along with our song. And your ocarina. We'll lead you into it. En dit is een soort van Simon Says. Dus wat we nou moeten doen is we moeten exact doen wat hun doen. Okay. Spannend. Klinkt niet echt bekend hoor, dit nummer. Ik wil heel vervelend doen. Oké, nou als je dit dus zeg maar de eerste keer doet, dan krijg je dus zeg maar een, ja. That was quite a nice session. Het zat ook een van friendship. Please take this. En we krijgen 1 hele ruby. Dit moeten we 3 keer gaan doen, dus ik ben heel eventjes stil en ik zou zeggen, geniet ervan. Zien wat ik daar deed. Het is makkelijker om het te onthouden op zo'n manier. Oké, nou, de tweede hebben we gedaan. Dat was kwijt. Ja, dat is echt weer hetzelfde. Nou krijgen we 5 rubies. Nou, we hebben in ieder geval 16 rubies van de Skull Kids gekregen. Waardoor dat we dus zeg maar een beetje die 4... Ja, 16. Ja, met die masker erbij. Dus, nou, de laatste keer dat we spelen, dat is het belangrijkste. Dus, en ook de moeilijkste. Dus we gaan het gewoon proberen. Bij elke playthrough zou het anders zijn.
Oh, ik moest heel even nadenken daar. Kan ik nadenken? Ja, dat kan ik zeker. That was quite a nice session. Nou, eindelijk. We hebben onze Piece of Heart. Mooi. Heel erg blij om. Hun springen weg. En hun willen niet meer meespelen. Want je bent er goed voor hun. Oeh. Nou, ik moet zeggen, die ocarina-lessen, zeg maar, die ik nou een beetje neem, dat ik een beetje weet waar de tonen zitten en de tonen kan herkennen en alles, wil wel eens meewerken, want ik kijk dus bijna niet meer naar de knopjes, ik luister dus eigenlijk meer, maar ja, dat is bijzaak. Goed, dan willen we dus zeg maar weer het pad volgen om weer terug te gaan naar de Gorons. Oh, en voor de mensen die zich afvragen, hoe kun je in één keer bij Dead Mountain komen en, van Conquering Forest, dat is toch een behoorlijk pokkenend lopen. Dit zijn Warp Doors. Met magie. Omdat er is spiritual magie in Hyrule of zo. Iets in die trend. Verzin je eigen grap. Oké, nou, eens kijken of onze Darunia, leider van de Gorons, zin heeft in net zo'n dansfestijn als wat die gek daar net boven in de hoek had toen we daar dus zeg maar net waren. Hey, wie noem jij hier een gek? Ach, hou jij mond. Hou zelf je mond. Weet je wat, spring er maar bij, doe maar mee. Oké. Oké, ik weet niet wat ik enger vond. Dat ene dansje van hem of dat dansje van die gek die in de hoek zat. Maar dat maakt niet uit. Dus, hey, what a nice tune. Just like that, my depression is all gone. Something just came over me. I suddenly wanted to dance like crazy. Ja, daar hebben editors ook nog wel eens last van de laatste tijd. I am the Darunia. I am the big boss of the Gorons. Was there something you wanted to ask me about, maybe? What? You want the spiritual stone of fire too? The spiritual stone of fire, also known as the Goron's Ruby, is our race hidden treasure. But hold on, I'm not going to give it to you that easily. Zei je dan al dat je hem zou geven? If you want it so badly, why don't you go destroy the monsters inside of the Dodongo's cavern and prove you're a real man? That way, everybody will be happy again. If you do it, I will give you anything you want, even the spiritual stone. I have something for you. I'm not really giving you this in return for anything or anything like that, but whatever, take it anyway. If you wear this, even a little kid like you or a little fella like you can pick up a bomb flower using A. What's A?
We hebben de Goron Bracelet! Yay! Ze hebben de Power Glove niet meer gebruikt omdat die grap eigenlijk een beetje overredend was. Nou noemen ze het de Goron Bracelet! Dat ging wel heel erg snel. Maar goed, met dat leuke dansje van de Runia en van die gekkende... Nou ja, de toekomstige gek die daar dus nergens aan het editen is. Dank ik jullie voor het kijken. Heb je een leuk zo'n momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter voor dat awesome gedans. Als je daar de tijd voor hebt. Tenminste, ik hoop dat het awesome is. Ik vind het zelf echt af en toe. Maar goed, ik hoop jullie morgen allemaal te zien. Morgen gaan wij verder nog eventjes in naar... dan gaan we nog eventjes een paar dingen doen die we dus zeg maar hier bij de Gorons kunnen doen. Ik hoop jullie dan allemaal te zien. Dus bedankt voor het kijken. En tot dan. Doei!